als we terug in de tijd gaan. Je komt uit een heel christelijk gezin, heb ik begrepen. Je noemt het zelf een secte ook wel. Volgens het boekje is het een secte, want het was niet een geregistreerde geloofsorganisatie. Ja. En wat hield dat in de praktijk? Je gaat naar zo'n kerk, ja, of zo'n gebouw. En dan hoor je natuurlijk dingen. Is er een voorbeeld hiervan, om voor mij begrijpelijk te maken? God is je vriend en, ja, en je vader en je... Nou, bedenk het allemaal maar. Mm-hmm. En dat het als een streng iemand voelt die over je schouder kijkt om je te straffen. Maar straf over, zeg maar, dagelijks leven? Dat, ja, als je zondig bent. Wat was een zondiging in jullie wereld? Ja, dat was van alles. Je niet aan de regels houden. Welke regels? Ja, de geloofsregels. Als je je ging niet met wereldse mensen om. Het is heel concreet, jij mocht niet met mensen omgaan buiten jullie gemeenschap. Ja, dat gebeurde eigenlijk niet, nee. Nee. En dat zou zondig zijn? Ja. Later werd dat wat minder. Ja. Maar ik merk wel dat we heel klein, een heel beperkt leven hadden. Ja. Als jullie iets dan overkwam, hadden je ouders dan ook een kant-en-klare verklaring daarvoor? Was dat ook iets van God, dat die dat had bedacht? Nou, ik geloof wel dat veel uit handen werd gegeven. Gods wil en... Wat betekende dat? Nou, Faya con Dios heet het toch? Zoals God het wil. Ja. Ga met God. Ja. Ziekte, tegenspoed is tegenspoed. En het moet zoals het moet zijn. Ja. Ja. Maar als ik de Bijbel las en wat ik meemaakte omheen, dat rijmde, dat kon ik helemaal niet rijmen. Ja, want die zijn in strijd met elkaar? Ja, ik vind in een geloof waar angst de boventoon voert, mm-hmm, dat klopt niet. En dat merkte ik op het jonge leeftijd. Toen zag je al wel, dit is anders. Nee, toen zag ik niet, toen werd ik depressief. En later, een paar jaar later, kwam bij mij de duidelijkheid waar de vroege depressies vandaan kwamen. Omdat ik het niet snapte dat ik in een bepaald stramien zat, mm-hmm, met de familie. Op welke leeftijd? 12, 13. Je werd het buitenbeentje. Ja, ik denk het wel. Ja, want ik ben wel de eerste die echt ging tornen aan de basisregels, principes van het geloof. Waren jullie allemaal op jullie eigen manier anders gevormd? Nou, ik kwam op de middelbare school kwam ik een vriendin tegen. Mm-hmm. En daar ben ik op vrijdagmiddag een keer mee naar huis gegaan. Er zat een broer, Jo en Mark. En daar ben ik blijven slapen en nooit meer naar huis gegaan. Je bent nooit meer naar huis gegaan? 15 jaar. Ja. En dat heeft mijn leven wel veranderd. Wacht eens even. Dus je gaat naar het huis van iemand. Alleen, je blijft daar ook wonen. Ja, dat was logeren en nog een keer logeren. En op een gegeven moment, zoals dingen gaan, dan krijg je op een gegeven moment je eigen bed. En, ja, en dan ben je onderdeel van de familie. Zo gaat het normaal niet, hoor. Als je bij iemand gaat logeren. Dat is wel het concept van een soort weglopen, toch? Nou, ik weet niet of het weglopen was. Of was er misschien een afspraak tussen die ouders en jouw ouders? Nee. Het is echt zo gegaan, zoals ik het zeg. Dat vind ik vreemd. Want ik zou denken, een kind hoort bij zijn ouders in dit geval. Dan is het toch gek dat ze je min of meer overdragen aan andere mensen? Dat kan. Waren zij bevriend met die mensen? Nee. Helemaal niet bevriend? Nee, ze leren elkaar wel kennen. Omdat jij Ik vond het ook op een gegeven moment wel gek dat ik ze op de verjaardagen zag. Jij ging met je nieuwe gezin op bezoek bij Nieuwe gezin. Ja, als jij het nu zo zegt, dan klinkt het heel dramatisch. En zo voelde dat helemaal niet. De tijd was niet zoals nu. Je wordt uitgehaald en daar geplaatst en geen contact meer. Dan moet iemand tussenkomen. Nee, ik had het gewoon niet naar mijn zin. Ja. En daar vond ik wat mij gelukkig maakte. Ja. Wat maakte het leuk daar? Ruimte voor nieuw perspectief. Mm-hmm. Een andere wereld. Mm-hmm. En liefde. Liefde? Ja. Als in genegenheid, je welkom voelen. Ja. En daar begon ook dat ze zich gingen bemoeien met... Je moet vaart gaan maken en je moet naar de radio. Ik was bij Piraatje en dat soort dingen. Ja. Maar ze hebben me echt wel dat laatste setje gegeven. Daar begon jouw ontwikkeling. Ja. Mijn hele carrière heb ik wel aan deze mensen te danken.
Je hele carrière zelfs? Ja, omdat zij jou aanmoedigden. Ja. En heb je ze daar ooit voor bedankt? Ja, ik heb nog steeds contact. Ja? Ja. O, je kijkt er best wel vertederd bij. Nee, ik vind dat het ook een hele mooie tijd was. Ja, zeker. Ja?